Yo mensen van Dutch Gaming en leuk dat jullie weer kijken naar Space Engineers. De bug is hopelijk eindelijk gefixt, ik denk het wel. Dus er zullen nu wel weer wat andere bugs in zitten, maar het is minimaal voor mij werkbaar tot we weer kunnen spelen. Ik hoop het voor je neus. Ik hoop het voor je neus. Ja, wat is er met je neus? Niks met mijn neus, maar al zijn de bugs niet eruit gehaald, is wel wat met jouw neus. Wat is er met mijn neus? Niks. Nou nog niks. Jouw hoofd ook nog niks. Auw, leven in gevaar, zoek een medische zorg. Medische zorg? Dan moet je bij mijn moeder wezen, die zit in de zorg. Ik ben bijna dood. Nou, sterf. Hoe kan ik me weer in leven brengen? Naar de Medibay. En daar ben ik al. Oh daar, medic. Je kan ik niet wat doen ofzo? Hoe kan ik me eigenlijk weer even op klikken? Dan moet je voor mij op T drukken. Ik ga weer even wat stalen balken neerzetten. En ik ga het schip een beetje opknappen weer. En dit keer de voorkant. Succes ermee. Ja, als jij misschien wat andere shit shizzle kan halen. Zoals wat? Weet ik niet. Wat hebben we, dat eentje dat we nodig hebben? Dat weet ik ook niet. Ja, als jij het toch niet weet, wie weet het dan wel? IJzer hebben we nodig. Sowieso. Wat hebben we nog? Haal me anders wat smoothies. Maar ik heb geen dorst. Haal dan maar wat cola. Heb ik al naast bestaan? Weet ik niet. Weet ik wel. Nou. Ik ga wel even lassen, ja? Dat vind ik leuk. Nou, als jij voorzichtig kan lassen. Dan kan iedereen toch wel lassen? Je weet hoe het schip werkt? Ik doe gewoon op mijn eigen last ding lassen. Ik heb stalen platen nodig. Ik heb geen stalen platen. Nee, de stalen platen zijn allemaal op. Die heb ik al in het schip. Die zit in mijn schip. Ja, dat werkt. Ik kan wel vliegen met dit ding. Dat hoop ik voor je. Als er een crash op zit, dan trek ik het af van je salaris. Welk salaris? Ja, dat precies, ja. Precies dat salaris. Ik zal de assemblers ook even wat aan het werk zetten, denk ik maar. Ik kan gewoon lassen, Remco. Wat vind je daar nou van? Super tol. Ha, je kan Duits. Heb je dat van mij geleerd? Nee. Van Arnold Schwarzenegger. Ah, die. Die ken ik ook echt. Ik hoop het voor je. Goeie acteur. Net daarom. Ik ben beter hoor, daar niet van, maar... Ik ben beter hoor, daar niet van, maar... Nee, normaal niet, alles Schwarzenegger is beter. Heb je bij een ooit zien acteren? Ja, bij Terminator. What the fuck is Terminator? Is dat gewoon een film? Dat is een film. Dat is met Arnold Schwarzenegger, we hebben daar vlekken in. Ja. Wat leuk. Terminator in Space? Nee. kijk amper films, man. Daar hebben we geen tijd voor. Nee, dat hoop ik voor je, want je moet hier meer je tijd in steken, Space Engineers. We moeten druk bezig zijn met jouw schip. FIFA is ook goed voor je tijd om je tijd aan te verdoen, hoor. Nee, Space Engineers. Ik heb dit allemaal lopen op weer terugbouwen, een heleboel. Jij gaat lekker hier op de console in je slaapkamer, want mijn slaapkamer is FIFA zitten spelen, godverdomme. Jongen, ik weet niet, maar... Wie heb jou gezegd dat jij FIFA mocht gaan spelen? Door wie heb je al het staal hier, hoor? Door Lot, door Moeder Natuur. Nee, door mij. Weet je wel wat ik allemaal bij elkaar gemijnd heb? Weet niet. Ik kan. Vertel me maar. Heb je nog staal? Nu toe nog wel. Nee. Hij last nog steeds, dus zal het wel. Oké, dat is mooi. Het gaat me echt goed af als lassen, jongen. Dat is echt mooi. Het is zeer tol, ja. Ja, wat jij zei. Het is ook een zeer schoon schip. Schoon schip? Ja. Duitsers zeggen ook, het is een zeer schoon also.
geen idee. Ben je er ook al over nagedacht hoe de onderkant gaan lassen, Remco? Nou, gewoon door te lassen. Ja, hè. Ik ben bezig met de constructie, hè. Dus ja, ik kan altijd nog wel denken bij mezelf, misschien moet ik dat beter doen. Ik ben bezig met lassen. Ja, ik ben aan het constructueren. Ik ben de onderkant, ik ga weer met een zeertje met jouw schip de onderkant te lassen. Dat is mooi. Dat is niet makkelijk, want het is... Ja, de onderkant fixen is ook niet echt een peulenschil, hoor. Nee. Nee, er zitten, weet je wel hoeveel grote gaten erin zitten? Nou ja, geen idee hoe dat komt, al die gaten. Nee, ik ook niet. Waarschijnlijk als ze er weer harder dan gepland. Ja, het is ook geen stootkussen. Nee, dat merkte ik. En hoe gaat het met je Coca-Cola verslaving? Hoe lang ben je al clean? Nee. Hoe lang? Ik ben nog niet clean. Ik ga nooit clean worden ook. Ja, je zou clean zijn voordat we dit schip klaar hadden. Dan heb ik nog wel even. Een paar uurtjes, een paar minuutjes. Misschien een dagje. Remco, raak ik nu iets met je schip? Word je dan boos op me? Oh, raak ik iets met het schip? Vind je dat dan erg? Ja. Weet je wel, er zitten heel veel onderdelen in het hele schip. Maar ik heb nog niks geraakt. Nog niet. Dat hoop ik voor je. Anders krijg je, anders heb je geen schip nodig om terug naar aarde te komen. Waarom val ik niet op als een bedreiging? Omdat het misschien ook een lichtelijke vorm van bedreiging is. Mag ik je aangeven bij de politie? Welke politie? De space politie. Die heb ik nog niet gezien. Ik weet het nummer ook niet. Ik wel. Je hebt geen telefoon, je hebt geen communicatie, we hebben geen antennes. Wat heb je voor een skeer eiland? Wat heb je voor een skeer basis? Het is nog niet klaar! We gaan er al bijna weg, maar de basis is nog niet klaar. Ik heb een constructiefout gemaakt, heb het. Oh. Ik heb te veel staal bij me. Ik vind jouw onderkant zeer, zeer schön. Ja. Hey, boom. Hij is helemaal mooi, ja. Kan je even hier boven komen? Ik heb een klusje voor je. Nou, ik zie het al. Nee, kom hier naar mij toe. Ik heb wat... Ik heb het schip even nodig. Ik moet even iets maken in een kleine ruimte. Oké, even wachten. Yo. Ik heb, ik denk dat ik dat beter even zelf kan besturen dan. Ja, ik ben er ook wel uit, hè. Oké, mooi. Yep. Als ik het sloop, kan ik tenminste mezelf de schuld geven. Dat is waar. Nou ja, ik denk niet eens dat dit schip gaat passen hierin, maar oké. Niet geschoten is altijd missen. Nee, past niet! Past niet! Dammit! Nou ja. Dan maar even boren. Even slijpen, een stukje uit. Weer terug slijpen. Maar ik vind dat ik de onderkant best netjes gedaan heb voor mij doen, hoor. Ik maak even een kleine cargo container, mocht ik nou wat, of als we wat spullen weg willen hebben, dan heb ik tenminste wat. Mocht ik wat ruimte nodig hebben, dan heb ik tenminste wel. Doe gelijk even je onderkant, dan ben je toch bezig. Kom op.
Ja, die onderkant staat sowieso eigenlijk al goed, dus ja. Nou. Ik wil ook alvast... Nou ja, ik kan hem weer gebruiken. Wacht even, ja? eerst nog mijn stalen platen. Even weer wat stalen platen terughalen. Kan je ook weer verder bouwen natuurlijk. Ja, kan je weer verder. Ja, kan ik verder met de constructie. Ik ga de zij... ik ga een zijkant eruit halen namelijk. Oké. Okay. Succes ermee. Nou ja, dat gaat wel lukken hoor. Ik wil het schip, ik wil de cockpit een beetje in het midden hebben zitten. Nou, oké, dat is logisch. Dus ja, dan heb ik wel wat... Dan is het schip denk ik ook weer wat gelijkmatiger. Ik denk het wel. Oh, het is nog zelfs... Oh, scheisse, het is heavy armor. Daar heb ik niet op gerekend. Dat is het bijna de dubbele woordwaarde. Dubbele letterwaarde. Als jij een schip op zijn kop vliegt, hè? Ik ben het niet. Nee hoor. En als je het schip een verkeerde kleur ziet, als het schip een verkeerde kleur hebt, is het niet mijn schuld. Ik bouw met grijze blokken. Oké. Dus ik zal later nog wel even zoeken naar de goede juiste kleurcombinatie van het hele schip. Ja. Ik fuck het schip zo zwaar, joh. Ik maak het schip zo verkeerd, dat zie ik nou al. Ah joh, maakt niet uit. Hij moet wel een beetje aerodynamisch zijn. Ja, dat is waar. Daardoor kan ik je geen ongelijk ingeven. En hij komt er sowieso iets beter uit te zien, denk ik, dan de vorige. Ja, dat hoop ik wel. Maar nu, aangezien ik de een balk weer recht heb getrokken, zie ik ook meteen dat ik een stuk verkeerd heb gemaakt. Ja, dit begint de cockpit begint bij een mooie vorm te krijgen, moet ik zeggen. Ja? Ja, hij is voor mij helemaal gelijkwaardig aan alle kanten, behalve de bovenkant dan, want daar heb je iets meer blok dan beneden, maar oké. Ik heb alleen geen interior plates, dammit. Maakt niet uit. Ik vind dat hij toch best wel smal wordt, een soort van... Wat wordt smal? Waar ik nu aan het lasten ben. Ah, zit je goed. Het is goed. Dat is mooi. Ik zal even een hoekje wat verder weg pakken, dat het ook weer goed zit. Ik moet die hele hoek nog van jou maken, die je hebt gemold. Wat ben jij gemold? Nee, ik moet nog een hele hoek maken waar ook een trappengat zit en alles. Oh, oké. Okay. Want ik heb niks gemold. Nee! Het lijkt maar zo. Ja. Het is een illusie van mijn imagination, nou goed. Ja. Oké. Okay. Sloop nooit dingen, dan kom je erbij. Mijn tweede naam is slopen. Nee, dat is mijne. Hmm. Oh ja, mijn tweede naam was geld. Nee. Wel. Nee. Maar wel. Helemaal niet. Heb jij nog goede voornemens voor het nieuwe jaar? Nee. Minder cola? Nee. Meer jij cola? Wel? Ja, meer cola gaan drinken. Mijn voornemens zijn meer cola drinken. Goed idee. Daar word je gelukkig van. Of verdrietig. Nee, gelukkig. Verdrietig. Ja. Dan moet ik naar de CC. De AC. Wat fuck is de AC? Anonieme Coca-Cola verslaafde. Ah. Ken ik niet. In plaats van naar de AA ga ik naar de AC. Anonieme Coca-Cola verslaafd. Wat is de AA dan? Alcoholverslaafd? Anonieme alcoholverslaving, dacht ik. Of was het de AA? Twee keer A. Anonieme alcohol. Weet ik veel. Geen idee. Geen behoefte. Interesseert me niet.
Ik vind het schip wel best wel vaag uitkomen te zien, maar oké. Okay, het moet maar vliegt. Ja, precies. Heel kort door de bocht als ze maar vliegt. Ja hoor. Vind ik het gezegend. Nou ja, we moeten sowieso nog later op latere dag ook nog meer aanpassingen doen. Ik bouw nu alleen het belangrijkste constructiegedeelte. Ja, dat is waar. Ongeveer een idee in mijn hoofd proppen dat het weet dat het hoe het moet. Maar dan moet mijn voertuig ook nog mee kunnen transporteren. Op transport zetten. Ja, dat is waar. Maar dat kan, dat fixen we wel een keer. Ja. Aan de onderkant heb ik al verkeerd gebouwd, dus. Maar oké, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Want jij was daar gelukkig nog niet, dus. Nee, klopt. Je weet dat hij meerdere rijen per. Minimaal 3 rijen per keer kan doen? Doe ik ook, vaak. Oké. Ik word eigenlijk al best wel moe. Moe? Ja. Van? Van het werken. Ah, arbeiden. Ja. Dag arbeid. Nou, doorwerken. Hup, chap chap. Ik ben wel bezig. Anders pak de zweep. Dan neem ik persoonlijk ontslag. En dan trap ik je de laan uit. Je hebt niemand anders om voor je te werken. Echt wel, ik heb droids. Je bent zo vervangbaar door een droid. Ja, die kan ik maken. Ik maak zo'n drone. Ja, drone, ja, drone. Leuk. Of die nou gezegend zijn, dat weet ik nou niet. Nee, ik heb een mini schipje, zo'n mini ding een keer gemaakt en dat ding vloog alleen maar op zijn kop. Als ik naar links ging, ging hij naar rechts. En als ik naar boven ging, ging hij naar beneden. Hoe noemde je hem? Nee, hij heeft nooit echt een naam gekregen. Want voordat ik hem een naam heb gegeven, lag hij al uit elkaar. Lacht hij al op de astronomie ergens? Nee, hij lag weer in mijn cargo container. Oh. Of ik heb hem omgeblazen, dat weet ik ook niet meer. Het kan je best wel heet om ervoor te worden nu. Oh! Wow! Nee, ik ga ook gewoon door met werken hoor. Ja, dat merk ik. Ik ga hard. Ga eens aan de kant. Ja, goed zo. Zo. Even een beetje. Ziet het er beter uit dan aan het eerste ding. Ja, ik weet het. Ik heb hem niet goed gezien. Oh, misschien dat ik het wel vergeten ben. Hij heeft hier en daar wat gaten, maar oké. Ja, dat komt nog wel goed. Even fixen. En ik vind het eigenlijk wel mooi geweest voor vandaag. Zeker weten. Ja. Ik niet. Ik ga wel lekker. Ik vind het wel lekker gaan. Heel erg lekker zelfs. Te lekker. Ja, maar ik heb ook nog meer dingen te doen natuurlijk vandaag. Zoals de hele dag weer in je bed liggen. Nee, ik ga er zo meteen nog vandoor. Nou ja. Jij gaat naar het Space Café. Ja. Ik ga naar het Space Café. Ik ben al tijd thuis hoor. Nou, anders is de deur dicht op slot. Oh, hoe laat gaat de deur op slot? 12 uur klokslag. En hoe laat gaat de deur weer open? 12 uur klokslag. Smiddag of 's avonds? 'S Ochtends. Dus het is 12 uur 's ochtends. 12 uur 's ochtends, 's middags. Dan kom ik om 12 uur 's middags thuis, ja. Maar mensen, dat was dus voor deze keer. Abonneer jezelf op Dutch Gaming. Laat een likeje achter. Laat in de comments achter of je een keertje mee kan helpen. En wat je voor goede voornemens zijn voor het nieuwe jaar. Alvast. Vooral veel cola drinken. Sowieso.
En ja, we zien je graag volgende week weer terug. Laters.